Ga naar SPO de Kingcube met... 2500 euro is het bedrag wat basisschool De Kim Kiel gewonnen heeft voor haar schoolproject De Geheime Kamer. In De Geheime Kamer kunnen scholen speciale projecten organiseren. De Kim Kiel is een christelijke basisschool voor speciaal basisonderwijs. De Kopie-Kopie-prijs is een prijs van de gemeenteraad voor het meest vindingrijke en makkelijk te kopiëren jeugdproject van de afgelopen 2 jaar. De bedenkers van De Geheime Kamer kregen deze prijs in het stadhuis uitgereikt. Het project sprong eruit, omdat het een laagdrempelige lesmethode is die de kinderen ook nog eens leuk vinden. Kinderen houden ervan om dingen te onderzoeken en dingen te combineren en dingen te ordenen. En iets te doen met dat wat ze tegenkomen op een school. En ik denk dat dat onderdeel de moeite waard is om te kopiëren. Omdat wij zien van met hoeveel enthousiasme de kinderen daar steeds mee bezig zijn. Nou, je weet natuurlijk niet wat er precies in die kamer is. Dus op het moment dat je die deur open doet, ja, dan moet je maar even kijken wat je vervolgens voor je neus krijgt. En vervolgens natuurlijk die ontdekkingstocht door de kamer. Wat kun je allemaal vinden, wat kun je ermee doen? Dit betekent niet dat de geheime kamer een soort speelruimte is. Je kan niet zeggen van nou ga maar je eigen gang. Er zit natuurlijk een structuur in, dat hebben de kinderen bij ons op school ook nodig. Dus er zijn wel een aantal richtlijnen, maar ze mogen wel heel erg meedenken over de manier waarop zij willen leren van de voorwerpen of de apparatuur die in zo'n ruimte zit. En dat, ze worden daar zelf bij betrokken.